dan gaan we hem nu koppelen aan de iPhone. Eens even kijken mensen, we leggen de iPhone er maar even naast, dat jullie het goed kunnen zien. Zo, ergens. Dan doen we die omhoog, mijn face herkenning en dan zijn we erop. Even terug hieruit. En dan gaan we hem koppelen en normaal gezien, als we hem dan open doen, daar gaat hij. Daar komt hij al, zie je? En dan is het gewoon op verbind klikken. En dan zijn ze verbonden. Kijk maar. 74% zijn de oortjes nog en 69% is de case nog. Voilà, gereed. En ze zijn klaar voor gebruik. En dan gaan we ze dadelijk nog even koppelen aan de MacBook. Maar dat is eigenlijk dezelfde procedure. Je gaat gewoon in de balk naar Bluetooth en dan koppel je ze. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot straks op de blog.